Meisje. Ja, een hele goede middag allemaal, lieve vrienden. Het is vandaag, je raakt de dagen kwijt met die feestdagen. Dinsdag is het tweede kerstdag. Ja. Hoosje, ja, nou, eindelijk komt mijn vriendin straks. Ja, die al een geruime tijd zou komen, maar... Ja, iedere keer kwam ik weer thuis hoor. En nou heeft ze gebeld, ze komt het met een uurtje. Nou, dat is nou met 10 minuten ongeveer. Plus, minus. Dus ja, ik hoop dat we er een gezellige dag van verder kunnen maken. Als het goed is, blijft ze ook eten. Ja. Ja, het is niet mijn vriendin die altijd blijft eten hoor, maar een andere. Dus ja, ook zij is alleen, net zoals ik. Maar ja, in ieder geval, we hopen er een hele gezellige middag van te vermaken. En misschien avond. En ik was mijn poesjebeestje net aan het roepen, want die is alweer weg, mijn prinsesje. Maar ik zie wel mijn anderen, hè. Ja, die ligt hier weer op de kachel. Die is ook nog steeds kouder, dat wijfje. Ja, hè? Zo aan het niezen steeds. Zo zielig, hè? Ja. Oh, meisje toch. Hé? Maar in ieder geval. Ik zou zeggen, lieve mensen. Geniet van de tweede kerstdag. En doe wat je doen wil. Doe wat je doen moet. Maak het knus. Maak het gezellig voor iedereen. Wees lief voor elkaar. Want daar draait toch alles om, hè? Liefde. Of je nou... op je partner lief, voor je partner lief bent, of voor je kind, of voor een vriend. Het maakt er allemaal niet uit. Ook voor een vreemde moet je lief zijn. Niet slaan, geen geruzie. Is allemaal nergens voor nodig, want je bereikt er 2 keer niks mee. Dan enkel een hoop ellende. En dat moet niet. Dat moet over zijn. Oorlogen moet over zijn. Weg daarmee. Ik zou zeggen, geniet van haar. Doei, doei. Ze wil proberen te springen en je kan zien dat ze dan oud wordt, hè? Ja. Hopie dopie. Ja, lieve mensen, het is triest, het is grijs, het regent. Zoals normaal hier in Nederland het geval is. Het is vandaag woensdag, het is middag, het is 1:15. Ik heb mijn koffie klaarstaan, ik heb mijn broodje klaarstaan. En wat het leuke weer is... om post te ontvangen. Ja. Leuk. En dan zijn er de mensen die schrijven je naam ook nog verkeerd. Sinds wanneer heet ik Corine met dubbel O? Dus Corine. Ja, zo heet ik niet meer. Doet het niet toe. Maar ja. Hé, hey, verrek, krijg wat. Mevrouw J.H.G. Luisterburg, jong. Ah, ook fout. Ik ben geen J.H.G. Dat wordt mijn man. Het zal. Ik zal het bekijken. Maar ja, komt zo wel. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne middag. Ja. Ik krijg straks om 2 uur in mijn huishoudelijke hulp. Ik krijg visite van mijn vriendin die normaal op maandag hier is en op vrijdag hier is. Maar door de rare feestdagen allemaal. Komt ze vanmiddag en ze neemt haar dochter mee en dan kan ik niet vloggen. Nee. Dat gaat niet met de dochter erbij. Dat wil ik dat meisje niet aandoen. Nee. Maar in ieder geval... komt allemaal goed, het is leuk, het is gezellig. Ik heb mijn huisje weer mooi, ja. Lichtjes zijn weer aan. Hou ik van, hè. In principe wat dat er gaat, mag het hele jaar wel kerst zijn qua versiering, hè. Maar niet het feest op zich, nee. Had voor mij allemaal weer voorbij mogen zijn, maar de versiering, ja, ik vind het mooi. Maar wie ben ik? En er zullen met mij heus ook meerdere zijn die het mooi vinden, die het leuk vinden. En ik heb er eentje gekend, die liet gewoon de kerstboom het hele jaar doorstaan.
Maar ik zei ook, het wordt toch smerig, het wordt toch vet. Je bent het bakken, je bent het koken, je bent het droken. Het wordt toch smerig, het stopt al neer. Ja, maar dan poets ik het weer af. Ik zie, ja, ik zie die ballen allemaal afpoetsen. Ik zie dat zo een heleboel kunnen daardoor breken en alles. Ja, mijn moeder deed het ook hoor. Maar nee, zo gek ben ik ook weer niet. Of het moet heel erg smerig zijn, dan poets ik het helemaal voorzichtig schoon. Maar er zit glitter op, er zit sneeuw op, et cetera. Dus dat doe ik niet. Ik denk, wat hoor ik. Maar in ieder geval, komt allemaal wel goed. Na de 6e, dan begin ik pas op te ruimen. Na 6 januari. Want dan heb je drie koningen. En ik wacht altijd totdat de drie koningen geweest zijn. Daarna begin ik weer op te ruimen. En dan begin ik van buiten naar binnen. Ja. Nou, lieve mensen, geniet van jullie dag. Doe wat jullie doen moeten. Degenen die niet vrij zijn tussen de kerst en oud en nieuw, werk ze. En degene die niet hoeven te werken, neem het ervan. Ga een dag luieren van mijn part. Want ja, je hebt het druk gehad met de kerstvisite, weet ik veel wat. Uitgebreid diner. En dus, ja, en nou wil die rode eruit. Nou, neem jullie nog even mee. Kom maar. Mag jij de regen in? Ja, mag jij de regen in? Ja? Mag jij de regen in? Doei! Wat spattert nou? Ja, wat spattert nou? In de plassen zie je nou niks komen. Dus het zal al goed wezen. Nou, lieve mensen. Ik zou zeggen, tot later deze dag. Zoals jullie weten, ik vlog vanmiddag niet. Maar vanavond misschien even weer en dan komt het wel weer goed. Fijne dag allemaal. Je katje zich, nou geef ze een oude halsbandje. Dan kan die daarmee spelen, hè. Ja, heb net een nieuwe dan. Dat, nou is hij dus met zijn oude aan het spelen. Die was al helemaal aan het rafelen. Dat, ja. Hoe lief kan die dan zijn? Nou taalt hij er niet naar om naar buiten toe te moeten. Hè? Meneertje? Ja nou? Gaat het even niet? Zit er aan te trekken? Maf Kees. Hè? Ik kan nou naar. Je voeten staan er wel op, schat. Kan er niks aan doen. Geweldig, niet? Hé, hey, jeuk, man. Hey, ik vind dit zo leuk. Maar ja, dan kun je wel blijven vloggen, maar het houdt weer eventjes op. Ja, ik heb ook bezoek, dus jullie zien een paar voeten, ik kan er niks aan doen. Jullie weten van wie het is. Maar voor de rest, nobody. Ja, een hele goede middag. Het is, ja, wat is het voor vandaag? Vrijdag is het vandaag, geloof ik. Ja. En het is het is vrijdag. De 29e december. Ja. Gisteren heb ik niet aan het vloggen geweest. En eergisteren maar één keer. Daarna te druk gehad en er niet meer aan gedacht. Sorry. Gisteren was ik ziek. Ik heb alle dagen hoofdpijn. Maar daar ging ik dan mee dealen. Kan ik mee lachen en doen. Maar gisteren was het zo heftig. Dat ik kwam pas 4 uur middags uit mijn bed. En dan moet je nog niet kijken hoe. Dus ja.
ging gewoon niet. Maar ja, wat wil je met zo'n jaar vol met stress, etc. Nu moet ik straks mijn boodschapjes gaan doen. En het regent. Het was wel droog, maar ik was er ondanks alles toch weer later uit, omdat ik, ja, vannacht mijn eigen schuld ook weer heel laat was. Ja, ik zit even naar volgende te kijken. Ik zit bij de pindakaas, ook leuk. Maar in ieder geval, ik was druk bezig in mijn groepen op Facebook. En ik heb tussendoor nog op YouTube gezeten om daar antwoorden te geven. Nou, die staat alweer vol, dus ja. Ik moet ook even naar mezelf denken. Even, ja, time out, weet je. Ik moet boodschappen doen. Dat zijn dingen wat toch echt voor gaat voor op de andere dingen. En dus, en mijn diertjes moet ik doen. Mijn hondje moet ik behandelen. Zijn oortjes, dat gaat lang niet goed. Ik wou dat ik iemand had in mijn vriendenkring die bij mij kon komen om mij te helpen met zijn oortjes en ook tevens kon helpen met de nageltjes knippen van mijn poesjebeestjes. Ja, want normaal deed mijn mannetje dat allemaal. En wat denk je als je ermee naar de dierenarts toe gaat? Kost je handen vol met geld. Nou, dat is vreselijk, hoeveel dat gaat kosten. En dat heb ik allemaal niet. Ik heb het goed, maar dan tot zover en niet verder. Maar ik denk dat een hoop mensen dat ook hebben, die het wel goed hebben, maar er is een stop, weet je. En je wil ze toch ook niet laten lijden. Dus ja, mijn man die deed het altijd zelf. Nageltjes knippen, hij deed het heel makkelijk hoor, hij had het zo maar gedaan. Hij had ook geen ruzie met de poesjebeestjes, je laat het allemaal gewoon toe. En dus, ja, eentje die is wel eens lastig, dat wil ik wel beamen. Maar ja, je moet zo shocken. Hij ging op de grond zitten, op zijn knieën, met zijn benen langs zijn heupen heen, naar zijn voeten richting zijn kont. En dan deed hij de poes een beetje sjok en klem tussen zijn kniebenen in. Kon er geen kant op. En mijn hondje is ook zo makkelijk. Die laat zich ook bij de dierarts heel makkelijk behandelen. Die laat alles er maar over hem heen gaan. Maar ja, wat doe je eraan? Maar in ieder geval, ik ga dus straks boodschapjes doen. En ik hou me vandaag rustig verder dan op de boodschappen na. En het zal wel door de regen heen zijn dat ik moet. Ik ga eerst koffie drinken en eten. En ja, jullie horen de televisie natuurlijk vanzelf ook. Logisch, die staat aan. Gezellig, enkel, ja. Ze zijn aan het zingen, het gaat over een sprookje, musical. En ik weet niet eens wat voor sprookje. Ik heb hem opstaan en dat is dan ook alles. Maar in ieder geval, lieve mensen, ik zou zeggen een fijne middag. Of het nou regent of dat de zon er schijnt bij jullie, dat weet ik niet. Want dat hoor ik ook wel eens. Ja, maar bij mij schijnt de zon. Ja, bij mij niet. Bij mij regent het. Of gisteren, ja, gisteren was het zon en triest. Dan weer zon en dan weer triest, dat weet ik wel. Maar zoals nu, ja, het regent. Nou ja, wat doet het bij jullie? Ik weet het ook niet. Nou, lieve mensen, ik zou zeggen, hou jullie goed. Ik denk dat er ook heel veel boodschappen moeten doen vandaag. Vanwege het oud en nieuw ook natuurlijk. Want dat is vandaag, wat zei ik, de 29ste, dus morgen 30, zaterdag. Zondag, dan hebben we de 31ste. Ik denk dat er overdag nog wel bepaalde uren de supermarkten open zijn. En dan kun je ook nog wat boodschapjes gauw doen van, oh, dit ben ik nog vergeten, dat ben ik nog vergeten. Nou, en dan, ja, nieuwjaarsdag, dat is maandag. Dan krijg ik visite, 's middags. En sowieso blijft er eentje eten. Of nummertje 2 ook komt, want die moet rustig houden. Want nummertje 2 is in elkaar geschopt door een medebewoner van het gebouw waar diegene woont.
Dus dat is ook niet leuk. Dus die zit er zo'n beetje 3-4 weken naar vast. En ja, wel iets bijzonders, maar niet om jullie druk om te maken. Want dat is allemaal geregeld verder voor diegene. Maar ze mag wel wat lopen, maar niet veel. Dus ja, als ze dan, of diegene dan al kan komen, dat weet ik niet. Maar dan heb ik er dus 2 en anders maar 1. Maar dat kan de pret niet drukken. Dan staan we telefonisch wel even in contact. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, doe wat jullie doen moeten. Geniet van hetgene wat jullie doen gaan. En degene die werken moeten werken. Degene die vrij zijn en niks hoeven te doen, nou lekker luierzen. En degene die op Facebook zitten, nou Facebooksen. Degene die vakantie hebben, nou lekker vakantie vieren waar je ook bent. En degene die net zoals ik boodschappen moeten doen, nou ja, veel boodschappen plezier dan maar. Toedeledokies. Ja, goedemiddag lieve vrienden, lieve kijkers, lieve mensen. Het is zaterdagmiddag, de 30ste. Mijn schoonzoon die is jarig. Althans, ja, schoonzoon. De vriend van mijn dochter, ja. Dus die moet ik zo even bellen. Ja, en ik wens iedereen een hele, hele, hele fijne dag. Ik moet straks door de regen heen, want het regent hier om de havenklap. De stad nog in, want ik moet nog het een en het ander hebben. Ja, onder andere het papiertje wat je op de wc moet gebruiken. Ja, daar ben ik ook bijna doorheen. Hou jij eens even. Hé, we gaan niet meppen. Zo dan. Ruzie de katten? Oeh, wat zijn we boos. Hé? Foei hoor. Hé, ga niet meppen. En dan gaat vrouwtje meedoen, simpel. Ik ben met mijn koffie bezig. Ik ga nog een broodje klaarmaken. En dan ga ik de deur uit. Om van ons nog wat te doen en te regelen. En ik moet mijn dochter bellen. Kijken of haar vriend bij er is. En zo niet, dan bel ik hem zelf op. Maar meestal is die daar. Maar hij is ook de post aan het lopen, dus ik kan nog niet bellen. Het is vanavond. Ja. Maar het lopen is ook zo. Ja, gaat allemaal door, hè, werkzaamheden. Vooral in deze drukke tijden. Maar in ieder geval, jullie allemaal een hele fijne dag toegewenst. Genieten van wat jullie gaan doen. En ik hoor jullie later. Ik vlog eigenlijk nou niet zoveel, omdat er niks te vloggen valt. En ten tweede, ik mag jullie bijna nergens in meenemen. Ten tweede, mijn camera is niet waterdicht, dus het gaat sowieso al niet om jullie mee te nemen. Dan moet het echt droog wezen. Maar ik heb een nieuwe besteld. Ja, ja. Dezelfde dan die mijn dochter ook al heeft. Die krijg ik ook. Ja, maar ja, duurt zo lang voordat je straks binnen hebt. Maar ik zou zeggen, toedeledokies. Ja, lieve mensen, lieve vrienden. Ik ben weer thuis en ik heb even boodschappen gedaan. Ja, nou ja, dit hebben we allemaal wel eens nodig. En even eten en ik heb een sappie. Ja, wie kent dat niet? Eitjes, een sla, een kippensoep en nog een batterijtjes, kaas, blokjes en aardappeltjes. En champignonragoe heb ik er nog bij gehaald. En nog een fles wijn, witte wijn. Ja, dat is lekker, 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 lekker. En ja, sommige dingen heb je toch noodzakelijk nodig. Hè? Ja, zoals toiletpapier. En voor de poezenbeestjes heb ik allemaal lekkers. En voor het hondje. En dat, ja, lieve mensen, ik ga de boel opruimen. En dan zal ik een bakje koffie maken, want ik heb dorst. En dan zal ik eens even zien wat ik verder zal gaan doen, hè, aan deze kant.
Laat ik je zeggen, tot later. Wat ga je doen? Oh, mag wel. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is zaterdagavond. Het is bijna 8:15 op mijn klokje. En morgen is het oudjaarsdag. En oudjaarsavond natuurlijk. Ik wou iedereen alvast vanaf mijn zijde en van mijn diertjes. Ja, ook hun kant. Jullie allen een veilige, gezellige, liefdevolle jaarwisseling toewensen. En hoop dat alles goed zal gaan met de jaarwisseling. Geen ongelukken of wat dan ook, want je weet het maar nooit, hè. Met al dat vuurwerk wat weer de lucht in wordt geschoten. Maar ik wens jullie allemaal vanaf onze kant, Corina en de beestenboel, jij, ja, een veel heil en zegen, een Godzegende bijgewenst. En hopen dat we allemaal een heel mooi nieuwjaar zullen mogen krijgen en zullen beleven. Zeggen, geniet van alles wat jullie morgen gaan doen. En smakelijk met alle lekkere hapjes, drankjes. Word niet dronken, want dan krijg je weer problemen. Want ook alcohol, dat geeft problemen. Net zo min met vuurwerk, wees er voorzichtig mee. Dat geldt ook voor de alcoholische dranken. Ik zou zeggen, lieve mensen, heel veel geluk met z'n allen. Tot later.